Hoi, ik ga in deze aflevering een kerstkaart maken van Vibra. Vibra verkoopt een aantal kerstkaarten en ze kosten €1,79 per kaart. Dit ga ik dus in deze aflevering maken en daar ga ik dan mijn schutbakjeshouder voor gebruiken. Wist je trouwens al dat je bij Action ook kerstkaarten kan kopen? Eén zo'n pak kost €2 en daarin zitten dan drie grotere kerstkaarten met mooie rode enveloppen. Zo, helemaal klaar. Het is een simpele kaart, ben je best wel snel mee klaar. Maar ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk uitzien. Ik ben benieuwd, wat is jouw mening? Vind je deze kaarten van de Vibra leuker of hebben die jouw voorkeur? Of toch liever de kaarten van de kerstkaarten van de Action? Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.